Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Dit wordt de vijfde deel uit de reeks met Tinkercad. En dit wordt best wel een hele bijzondere en ook een hele leuke. Het is iets wat ik heel graag doe, omdat het gewoon soms gewoon erg leuk is om bijvoorbeeld een logo te kunnen printen. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag leren hoe we een JPEG-bestand of een PNG-bestand, dus eigenlijk gewoon een afbeeldingsbestand, kunnen omzetten naar een SVG-bestand. En dat dan vervolgens kunnen inlezen in Tinkercad en kunnen gaan verwerken in datgene wat we willen gaan printen. Wat we daarbij moeten bedenken, is dat we een afbeelding nodig hebben die het liefst in grijswaarde of in zwart-wit is. Ik heb hier, zoals je misschien kunt zien, in Google gezocht op het logo van Android. Je ziet daar heel veel groene poppetjes met de tekst Android eronder bijvoorbeeld. Maar in dat geval, als je dit zou gaan exporteren naar een SVG-bestand, dan zal wel de tekst Android overkomen, maar niet het groene poppetje. Daarom kies ik ervoor om hier bijna rechtsonder die in die grijswaarde te gaan doen. Dat grijze poppetje met Android daaronder. En dat poppetje, dat ga ik om te beginnen maar eens downloaden. Nou, dat doe je in Windows eigenlijk heel gemakkelijk. Je klikt op die afbeelding. Je krijgt een wat grotere afbeelding. Je ziet, je doet je rechter muisknop. En je kiest voor afbeelding opslaan als. En in mijn geval zet ik hem simpelweg op mijn bureaublad. Zo, dat is dat. Hij heeft hem gedownload. Hier onderin was dat te zien. Ik gebruik Google Chrome. En dan kan je dat linksonder zien. Mocht je Firefox gebruiken, dan staat dat rechtsboven. En mocht het in Microsoft Edge zijn of in Internet Explorer, dan komt er een grote balk onderin beeld die aangeeft dat hij gaat downloaden. Goed, daarmee kan ik dit venster sluiten, want ik heb die afbeelding inmiddels binnengehaald. Dan open ik een nieuwe Google en dat heb ik hier gedaan, zoals je dat ziet. En in deze nieuwe Google, daar heb ik simpelweg gezocht op JPG, oftewel JPEG-bestand, naar SVG. Je mag ook PNG naar SVG doen en dan zul je zien dat er websites zijn, zoals je hier direct al onder ziet, waar je JPEG-bestanden kunt converteren naar SVG-bestanden. Waarom is dat nou nodig? Omdat Tinkercad wel SVG-bestanden kan importeren, maar geen JPG-bestanden en ook geen PNG-bestanden. Dus we hebben een JPG nodig. Wat ik dus ga gebruiken is de tweede van boven. Dat is die online SVG Image Converter. Je mag ook een andere gebruiken, maar ik gebruik die tweede omdat ik hem eigenlijk altijd gebruik. Dus conclusie, als we die opgezocht hebben en we klikken daarop, dan krijg ik een nieuwe pagina met daarin die online converter. En deze website overigens kan gebruikt worden om van allerlei zaken te converteren, maar onder andere dus JPEGs naar SVG. En je ziet hier bovenin al staan, Convert Image to the SVG Format. Onderin in dat groene blok staat Drop the Files Here of Choose the Files. Dus wat ga ik doen? Ik ga dit SVG-bestand van die Android, van het Android-logo hier inlezen. Dus ik klik op Choose Files. Ik ga naar het bureaublad en ik pak dat Android poppetje waar het plaatje hiervan zichtbaar is, hier rechtsboven. Zo, die ga ik importeren. Dat duurt eventjes. Je kunt daaronder nog van allerlei dingen instellen, maar daar laat ik blijven klikken vanaf. Ik ga hieronder in wel zeggen van start de conversie. En die start conversie, als ik dat uitvoer, dan zie je dus een aantal dingen gebeuren. En op enig moment krijgen we deze pagina hier te zien. En wil die ook gelijk al dit bestand gaan downloaden. Zo niet, dan klik je hier aan de rechterzijde op download. Ja. Ik ga hem naar datzelfde bureaublad plaatsen. Ik laat hem ook de naam hetzelfde zijn, maar we zien wel gelijk in dat Windows venstertje dat het een SVG-document wordt. En dat is belangrijk, want dat kan Tinkercad inlezen. Dus ik zeg opslaan. En wederom linksonder laat Google Chrome zien dat hij wat gedaan heeft en dat hij dat opslaan gerealiseerd heeft. Goed, daarmee ben ik ook klaar met die converter tool. Nu kan ik naar Tinkercad. In Tinkercad gewoon het normale werk, normaal inzoomen, of normaal een werkpagina, een werkblad openen. En in dat lege werkblad ga ik dan rechtsboven, zien we daar staan, import, export en send to.
Ik ga op import klikken. En als ik dat doe, dan kan ik hier drag and drop een 2D of 3D file of choose a file. Onderin staat ook nog welke bestanden ondersteund worden. Dat zijn STL's, OBJ's en, ja, je snapt het al, SVG. Dus ik ga choose a file doen. En dan ga ik dat SVG-bestand. Pas op dat ik dus niet dat poppetje nu neem, want dat is het JPG-bestand. Maar diegene met dat Microsoft Edge-logo, die SVG, die ga ik pakken. Hoppakee. Dan zien we hier ook nog bij staan. In dit geval overigens gaat die akkoord met de maten, maar ik ga er niet mee akkoord. Het mag namelijk niet groter zijn dan 1000 mm. Dat wil dus zeggen 100 centimeter. Dat is een beetje erg groot. Dat is een logo van een meter. Dat wordt een beetje een grote aangelegenheid. Dat gaan we niet doen. Ik ga dit verkleinen tot zeg maar 25% van de originele waarde. En dan zou ik eigenlijk een redelijke maat logo moeten krijgen. Weet niet helemaal zeker, maar we gaan het gewoon proberen. Dus ik verander die scale naar 25. Ik klik er even naast en we zien hieronder gelijk al dat de lengte en de breedte gelijk aangepast zijn. En die zijn naar 96 mm bij 160 mm gegaan. En nu druk ik op import. Dus hij gaat importeren nu. Hij is er heel even mee bezig. En zie hier, ik heb hier het Android logo, wat zojuist uit dat plaatje kwam. Als ik erop klik, dan krijg ik gewoon, zoals we dat gewend zijn, de vier hoekjes waarmee ik hem kan gaan slepen en waarmee ik de hoogte kan gaan veranderen. We zien dat de breedte, even kijken, 149,89 is. De diepte, wat zagen we daar, 59,17. De hoogte, 10 mm. En ja, en hier krijgen we datzelfde wat met die teksten in de vorige les gedaan hebben, of in de les daarvoor, ik weet het niet precies meer. Ik kan hier dus gewoon een object onder gaan leggen. Dat kan ik vervolgens de hoogte, want de 10 mm was de hoogte van het logo. Dus ik ga dat logo hoogte, die ga ik naar 5, dat is de helft daarvan. Zo. En nu ga ik hem groot maken. Dan kan ik hem natuurlijk helemaal tunen zoals ik dat wil. Dan heb ik er een plaatje onder liggen als het ware. Nou, als ik dat vervolgens ga samenvoegen, dan heb ik dus een plaatje met daarop het logo van Android. En als ik dat print, ja, dan ziet het er ook uit zoals het hier ligt, maar dan weliswaar in de kleur waarin ik het ga printen. En zo kan je elke soort van logo gaan afdrukken op je objecten. Ja, dat was hem voor vandaag. Het is ontzettend leuk om te gebruiken. Ik gebruik het regelmatig. U zult op de achtergrond de honden horen blaffen. Heel erg vervelend. Het is bijna oudjaar. En dan wordt de vuurwerk afgestoken. Honden worden daar dus helemaal gestoord van. Nou, dat is jammer. Desalniettemin gaat deze video gewoon door. Ik wens jullie een heel goed uiteinde en een heel goed en gezond begin van het jaar 2019. En hoop jullie in 2019 terug te zien voor een volgende video over 3D printen. Dag!